ja, toch een beetje de finale van de avond. Het dessert. Toetje. Altijd een feestje. Merengue. Met, op smaak gebracht met koffie. Koffie met koffiebonen. Een soort van dressing gemaakt van aalbessen. Die plukken we als ze op zijn mooist zijn. En dan kunnen we ze ook invriezen om daar later dan een dressing van te maken. Dit. Hang op. Appeltje. Dat is een Elstar-appel. Die hebben we gegaard in honing. Uit Flevoland uiteraard. Beetje het, een beetje het idee van een tatarté. Dus het is helemaal glazen geworden en de smaken zijn weer compact geworden. En we hebben brownies gemaakt. Die appeltjes heb ik met Laurens samen geplukt. Dus dit is het resultaat wat we ervan gemaakt hebben. De appeltjes zijn helemaal voorgegaard. Voor de smaak is het altijd lekker om dingen wat warmer te maken. Dus zet deze even in een voorverwarmde oven. 140 graden, 6 minuutjes, hoeft niet kokend heet te worden. Zet het bord ernaast, draai hem om. Als hij nou er niet uit wilt, dan zuigt hij zeg maar vacuüm, prik dan even hier een paar kleine gaatjes in. De brownie leggen we bovenop. Gaat hij weer, hè? Oneven aantallen. De merengue, schuimpjes. Bovenop weer dat krokante. Lekker die dressing. Zo, maar het mag ook een beetje zeg maar. Ja, dat ziet er altijd lekker uit als het er een beetje overheen loopt. Niet al die kleuren gelijk wegstoppen, maar een klein beetje zo van die brownie af laten lopen. En dat brengt een dessert een beetje tot leven. Nee, om met zo'n feestje te eindigen.